Wat maakt iets tot een goed eau de parfum? Ja, er zijn meerdere dingen. In de eerste plaats moet het gemaakt zijn van goede grondstoffen. Het moet door mensen aangenaam worden gevonden. En het moet voldoen aan de Europese wetgeving. De kunst van het parfumeren en het parfum maken is dat je een samenstelling maakt wat esthetisch in orde is. Een echt eau de parfum moet je toch zeker 12 uur kunnen ruiken. Het moet natuurlijk ook niet zo zijn dat als je 's avonds in bed ligt, dat het nog helemaal om je heen dwarrelt. We hebben een beschikking over ongeveer 1000 geurende ingrediënten. In olievorm, die ontleend zijn uit de natuur. We nemen meestal aan dat een eau de parfum 20% van het parfumconcentraat bevat. Je maakt een mengsel van het parfumconcentraat met alcohol en meestal ook nog met wat water. Het is een zeer intensief, zeer bloemig parfum. Dat is mijn eerste indruk. Ik ruik heel veel roos met een zeg maar citrusaldehyde topnoot. Dat maakt het zeer uniek. Nou ja, zoals gezegd Jan, de topnoot is prachtig. Deze is echt veel, veel frisser. Veel frisser, dan ja. Meer de traditionele, een mooie musknoot onderin. Het feit dat je een eau de parfum maakt voor een verkoopprijs van €4,99 is redelijk uniek. Het is wel heel knap gedaan. Het blijft aangenaam. Ja, het blijft aangenaam.